Welke studie past het best bij mij? En hoe krijg ik een kamer in Groningen? Op dat soort vragen kregen scholieren vandaag een antwoord bij de open dag van de Rijksuniversiteit Groningen. Er waren presentaties, infomarkten en een heleboel studenten om alle vragen te beantwoorden. Ik ben vandaag naar verschillende presentaties geweest. Naar International Business ben ik geweest en ik ben naar Communication Studies geweest. En ik vond het allebei heel erg leuk. En waarom vond je het leuk? Nou, ik vond het eigenlijk wel interessant te weten hoe het eigenlijk gebeurt op de universiteit. En ik was ook wel benieuwd naar wat de inhoud ervan was en dat interesseerde me wel. We zijn naar een opleiding komen kijken, Human Geography en Urban Planning. En wat vond je daarvan? Ja. Een goede uitleg en alles, maar het was niet echt onze opleiding, zeg maar. Ik heb wel ook veel gewoon over het studentenleven hier in Groningen en zo, dat bevalt me wel best wel. Alleen de opleiding niet per se. Bedrijfskunde en econometrie. En wat vond je daarvan? Econometrie was heel interessant, goede uitleg gehad. Bedrijfskunde hadden we ook een soort mini-college gehad, dus om te kijken hoe het was als we straks ook colleges krijgen. Was ook interessant. Ik heb mezelf wel een beetje ingelezen, het voegde wel wat toe, zeg maar. Maar ik wist ook wel wat. En wat heeft het dat toegevoegd? Bijvoorbeeld, ik wist niet dat één studie numerus fixus was, bijvoorbeeld international business. Ik dacht dat het niet numerus fixus was, maar dat was wel zo. Toch hebben veel scholieren, ook na deze open dag, nog geen keus kunnen maken. Nee, ik ga ook nog naar de UT om daar te kijken naar andere studies. Maar het wordt dit of de UT. Ik ga zometeen nog naar bedrijfskunde toe, maar ik denk dat international business nog bedrijfskunde wordt.